allemaal, mijn naam is Aras Azad en namens FX Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag samen wederom met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel wat ooit een wereldspeler was en nu bijna vergeten is. We nemen hierbij dus ook een kijkje op het online trader workstation handelsplatform van FX Flat. Zoals gebruikelijk gaan we kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FX Flat. De meesten die zijn er wel bekend mee. We zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we onder meer de Trader Workstation en MetaTrader beleggingsrekening. Dan gaan we kort kijken naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus beleggen, daytraden, daghandelen en vrijwel alle derivaten in CFD-vorm. En dat kan dus onder meer met 0 euro transactiekosten. Dus u betaalt 0% commissies over de trade. Voor de rest heeft u ook geen beheerkosten of inactiviteitskosten voor het voeren van die beleggingsrekening. Dus de beleggingsrekening is dus volledig kosteloos en gratis. Het openen van zo'n beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website. En wat daarnaast nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook erg trots op zijn bij FX Flat, dat is onze hoge depositogarantie, tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Tot slot hebben we ook nog de demo beleggingsrekening voor de MetaTrader. Daarmee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen, testen, maar ook om eens kennis te maken met het daytraden, het daghandelen aan zich. En dat is dus allemaal met oevergeld en ook nog eens met real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen in het online accountbeheer. Hiermee kunt u wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro, maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen die zijn al te handelen en te beleggen vanaf 1 dollar cent per stuk. Ook hierbij gaat het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website. En heeft u wederom geen beheerkosten voor het voeren van uw beleggingsrekening en ook geen inactiviteitskosten, dus de beleggingsrekening is volledig kosteloos. Wilt u daarnaast eventueel nog de overstap maken van uw huidige broker naar FX Flat, dan bieden we daarvoor ook nog eens een depo-overdracht aan. Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid aan, bieden we de mogelijkheid aan tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Dus als een van de weinige brokers kunt u hiervoor bij ons terecht. Heeft u bijvoorbeeld een BW of een eenmanszaak en wilt u daarmee zakelijk beleggen, dan helpen we u graag verder. En afsluitend hebben we hierbij uiteraard ook wederom de demo beleggingsrekening, waarmee u 30 dagen lang kunt rondkijken, kennis maken met Trader Workstation enzovoort met oefengeld en koersen erbij. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Ditmaal een interessante analyse van toch wel een klassiek aandeel te noemen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Ja, welkom iedereen, dankjewel. Ja, we gaan het hebben over Bell Laboratories. Daar gaan we dus niet over hebben, maar dat is wel onderdeel van het bedrijf wat ik wil gaan bespreken. Bell Laboratories kennen we van Graham Bell. En dat is al in 1883 is dat opgericht. En dat stond natuurlijk aan de wieg van telecommunicatie. En dat is overgenomen uiteindelijk door Nokia. En ik ga het dus over Nokia hebben. Want Nokia is nog steeds een van de grootste GSM-smartphone-spelers in de wereld. En niet zozeer omdat ze dat nu verkopen, maar omdat ze daar nog steeds heel veel patenten voor hebben. Hoeveel patenten hebben ze? Nou, doe maar een gooi. Hè. Kijk maar eens even. Bedenk eens hoeveel patenten Nokia heeft. Je mag er 10.000 naast zitten. Ja, heb je het al? 93.000. En 469. Zoveel patenten heeft Nokia. En dat is onder andere vanuit Bell Laboratories.
Dus ja, dat gaat een heel eind terug. Grappige is dus dat als je gaat kijken naar de historie van Nokia. Nokia is in 1865 opgericht. En dan gaan we even verder terug. Ze beginnen eigenlijk pas in 1925. En dat is alles heeft te maken met Bell Telephone Laboratories. En eigenlijk de historie zoals Nokia die nu bekend maakt in de wereld op hun website, is eigenlijk voor een groot deel de historie van Bell. Dus dat is wel op zich wel grappig. Dat hebben ze dus gekocht. En nu maken ze een mooie sier met het feit dat hun dat hebben gedaan. Maar dat was niet hun Nokia in de tijd. Want ze hebben dat pas veel later gekocht. Dus dat is even van belang om dat te weten. Hoeveel mensen werken er bij Nokia? Nou, elkaar mag je er 10.000 naast zitten. Zeg het maar. Ja, heb je het enig idee? Dan zullen we er eens eventjes naar gaan kijken. Daar wilde ik niet heen. Het zijn er 86.000. En nog wat. Dus ook dat is gigantisch. Het bedrijf is 22 miljard waard. En als je gaat kijken naar de 16 grootste smartphone companies in de wereld, dan zie je daar een aantal bekende. Nou, dat is even kijken. HTC op nummer 16. Realme. Tecno Mobile. Asus. Honor. Motorola. LG. Vivo. Nokia op nummer 8. Ja, en dan toch omdat ze dus in feite met heel veel producten, nou niet zo producten, maar patenten nog steeds in die markt aanwezig zijn. Maar de nummer 8 van de wereld voor wat betreft de smartphone en gsm telecommunicatie. Nou, dan zit met name Nokia zit een 5G. Ze hebben ongelooflijk veel 5G patenten. Ik dacht 4500 in die 5G hoek. En wat ze dus hebben gedaan is dat ze met Samsung een deal hebben gemaakt. En Samsung mag per 1 januari van dit jaar, dus een half jaar geleden, mag Samsung gebruik maken van die patenten en daar betalen ze dus voor. Nou, en dat is dus voor Nokia natuurlijk fantastisch. Want die hoeven niks te doen, alleen hand ophouden en er komt geld van Samsung binnen. En ja, dat is dan wat dat betreft een heel mooi iets. Nokia heeft dus 20.000 patentfamilies, dus patenten die met elkaar te maken heeft. Waarvan dus 4500 essential to 5G, zeggen ze hier dan. Nou, dat is dan ook even iets om te weten. Nou, dan gaan wij naar Nokia, de gegevens daarover. Het aandeel gisteren in Amerika net iets boven de $4. Valt er zo om tegen. 23 miljard is het dan waard. Koers-winstverhouding 4,8. Nou, en ik heb al vaker gezegd, een niet populair aandeel blijft heel lang niet populair. Dus op het moment dat je dit aandeel zou kopen, moet je er rekening mee houden dat het lang kan duren voordat het weer populair wordt. Want populaire aandelen blijven heel lang doorgaan, maar niet populaire aandelen helaas ook lang niet populair. Dat betekent dus een extreem lage koers. En dit is zo'n extreem lage koers. Dan kan het dus zijn dat op een gegeven moment ineens beleggers gaan ontdekken van joh, dit aandeel is gewoon te geef. En dan kan het anders worden. Maar ik kan nog zo gelijk hebben met het feit dat het aandeel te geven is. Als beleggers dat niet zien, blijft het aandeel ondergewaardeerd. En dat maakt analyseren zo moeilijk. Want wat wil je? Wil je de analyse op het bedrijf met de waardering? Nou, dat is helder. Wat mij betreft helder. Ondergewaardeerd. Of wil je de analyse, is hij koopwaardig? Zou je, als je nu koopt, gaat hij dan omhoog en heb je over 3-4 weken, 3-4 maanden, heb je dan winst? Dat is een andere vraag. Die is veel moeilijker te beantwoorden. Want dan ben je afhankelijk van beurssentiment. En dat beurssentiment kan overal afhankelijk van zijn. Van het weer, het kan van een oorlog. Er kan van alles en nog wat kan er zijn waar dat dan mee te maken heeft. Dus dat moet je even goed je realiseren. Dat ik het over het bedrijf kan hebben, maar dat wil niet zeggen dat die koers omhoog gaat. Kijken we naar de houders. Nou, we praten hier over aandelen in Amerika die afgeleid zijn van de aandelen hier in Europa. En dan zie je dus dat er geen grote jongens in zitten. En er zit er eigenlijk maar heel weinig in. Eigenlijk zou je dus in Europa moeten kijken, in Finland, wat dus de basis is. En dat ga ik hier niet doen. Als we kijken naar analisten, die dachten 90 dagen geleden 46 cent per aandeel winst, nu 43 cent. Ze dachten al 90 dagen geleden 50 cent voor volgend jaar, 48 cent is het nu.
Dus ja, dat is ietsje terug aan het lopen. Dat kan, dat is niet zo'n hele ramp. Kijken we naar de omzet. 2019 23,3 miljard. 2020 21,8 miljard. Het was dus tegenvallend. En vervolgens zagen we weer langzaam groeien in 2021, 22,2. En de laatste 12 maanden 24,9. Dus het loopt iets op. Ook de kosten lopen iets op, maar iets minder dan dat. Dus we zien de winst zien we toenemen tot 10,2 miljard. Nou, dan heb je de balans. Ook dat, als je dat ziet, loopt ietsje op. Het is natuurlijk een dip gehad in 2020. En loopt nu op naar nieuwe, niet nieuwe records, maar nieuwe hoogtes. Waarom geen nieuwe records? Ja, daar moeten we even naar de grafiek voor. En dan vooral de grafiek naar heel lang geleden. Want dit is natuurlijk een enorm belangrijk bedrijf geweest voor de GSM-markt. En die GSM-markt, daar waren ze zo groot mee. Hè, als we hier kijken, het jaar 2000. Een GSM was een Nokia. Dus dat was gewoon niks anders. Toen stond de koers op 60, nu op 4. Dus ja, dan weet je wel dat het heel zwaar omlaag is gegaan. Dus in 2007 is er weer een beetje dat herstel gekomen. En daarna ging het weer echt zwaar omlaag. En toen leek het alsof er niks van Nokia overbleef. Omdat ze de telefoon-GSM-tak aan Microsoft verkochten. Heel slim hebben ze de patenten gehouden. Ja, en dat is dus nu hun enorme winst brengen. Kijken we naar de statistiek. Dan zien we dus die koers-winstverhouding. Dat is opvallend. Volgend jaar dubbel zo hoog. Terwijl de winstverwachting hoger wordt verwacht. Ze zijn ook eigen aandelen aan het inkopen. Ik kan dit niet verklaren. Waarom dit dan zoveel hoger is. Dat weet ik niet. Ik vind het een rare zaak. Maar zelfs een koers-winstverhouding van 9 is niet hoog. Kijken we naar de profit margin 17%. Opwind margin 10%. Return on asset met 4% vrij weinig. Maar return on equity met 21,9% weer heel netjes. Dan zien we dat er een omzetgroei is van 9,6 op het kwartaal. En earnings is ook verder gegroeid. Er is een schuld van 5,3, sorry. En een totaal cash 7,7. Dus het probleem waar ze vroeger, een paar jaar geleden mee zaten, was ze hadden geen cash. Dat is over. Ze hebben cash en ze hebben een positieve kaststroom. Ze keren 2,9% dividend uit. En dat is slechts 10,4% van hun winst. Dat zijn allemaal heel mooie cijfers. Nou, gaan we dan kijken. Hoe ziet het eruit als we op 1 jaar kijken? Ja, dan kan ik niet anders zeggen dan op zijn best neutraal. En we zien de MA50 omlaag lopen. De MA9 heeft hem bereikt. Maar nu gaan ze alle twee eigenlijk een beetje omlaag. De MACD neutraal. De TRIX neutraal. RSI ook vrijwel neutraal. Dus de technische analyse geeft je hier geen steun. Ga je kijken naar puur, dan ga ik eventjes naar een half jaar. Naar waar zit dan die bodem? Ja, hier ligt een bodem. Hij is een paar keer aangetikt en ligt net onder waar je nu zit. En dus zeg ik, van nou, je zou nu, en het is wat vroeg, je zou kunnen overwegen, misschien beleggingsadvies, om de aandelen te kopen met een stoploss van bijvoorbeeld, en dan gaan we hier even kijken, een 3,89. Ongeveer. Je kan niet echt veel verliezen zonder, hè, als er geen gekke dingen gebeuren. Dus ja, dan heb ik zoiets van, nou, dat zou kunnen. Dan zit je er al in, dan ga je kijken. Heb ik de aandelen? Ja, ik heb de aandelen. Dus dan weet je het. Dus in die zin, het kan gekleurd zijn wat ik vertel. Natuurlijk hoop ik dan ook dat die aandelen een keertje omhoog gaan. Maar ik heb ze, want ze zijn zo godschuwelijk goedkoop. Dit is echt belachelijk. Zo goedkoop het is, met 93.000 patenten waarop een heleboel waar ze nog steeds geld op verkrijgen. Ze maken een nette winst. Ze zijn bezig met 5G, met 6G. Ze zijn bezig met de Internet of Things netwerk dingetjes. Kijken we op hun eigen website. En dan moet even iets naar omhoog. En ze zijn echt bezig met van alles en nog wat te ontwikkelen. Moet ik even kijken waar dat staat. Producten. Ze zitten in van alles en nog wat waar ze mee bezig zijn. Het is een bekende naam. Als Nokia komt, dan luisteren mensen wel. Daar wil je wel partner mee worden. Ze zijn goed bezig, maar populair is het niet. Beleggers zijn zwaar teleurgesteld geraakt toen GSM eigenlijk hun top was en ze de smartphone
ontwikkeling volledig gemist hebben. Daar waren ze niet mee bezig, want ze waren zo bezig met GSM dat ze dat gewoon compleet misten. En dat is ze kwalijk genomen, dat gemis aan visie naar de toekomst toe. En ja, misschien dat beleggers daarom wel zo lang zeggen van ja, daar willen we niks mee te maken hebben. Ik denk onterecht. Ik denk dat hier echt een pracht van een bedrijf staat. En er komt een moment dat beleggers dat toch weer gaan ontdekken. Alleen ja, wanneer komt dat moment? Het kan morgen zijn, het kan over 6 jaar zijn. Ik weet het echt niet, maar het is geen duur bedrijf. Dus heb je wat geld liggen, waar je zegt van ja, ik wil eigenlijk wel beleggen, maar ik wil niet te veel risico lopen, dan denk ik dat dit een goede plek is. Ja, alle aandelen kunnen dalen, maar dit aandeel is in ieder geval al niet duur om mee te beginnen. Maar daarmee weet ik dus niet of het ook snel omhoog gaat. Ik hoop van wel, maar zijn er vragen, Arsh? Ja, ik heb hier een vraag van Bart en zijn vraag is, waarom steekt Microsoft geen geld in Nokia? Waarom wel? Want ze hebben eigenlijk een deel van Nokia gekocht, het GSM gedeelte. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, van, ja, wil je dan het bedrijf kopen? Ik weet niet zeker of ze niet een deel hebben van Nokia. Hè? Want het kan best wel zijn dat ze toen ze de deel gekocht hebben, dat ze ook een aantal van de aandelen over hebben genomen. Dat kunnen we helaas niet zien op de huidige plek hier van de houders. Omdat dit de Amerikaanse aandelen zijn. Misschien dat ik dan toch eventjes moet kijken of we nog iets kunnen vinden. Bij de andere. Even zien, dan zouden we hier moeten kijken of het daarop staat. Ik wil er eigenlijk niet heen, maar we gaan eens even zien of het. Nee, ze staan er niet bij. Als zijnde de grootste. Dus ja, dat weet ik dus niet. Ik weet dus niet zeker of Microsoft er misschien nog in zit. Maar ze hebben natuurlijk, dachten ze, de snoepjes uit Nokia weggehaald. Maar achteraf gezien denk ik dat Microsoft zich vergist had. Ze hadden eerst het andere deel moeten kopen. Maar dat weet ik niet waarom ze dat niet doen. Dat zou je in feite aan Microsoft moeten vragen. Maar ik denk dat je daarmee op dit moment, als je een bod zou doen op Nokia. Ik denk dat dat een slimme zet zou zijn als bedrijf. Want het is zo goedkoop. Zo'n bedrijf zou je willen overnemen. Maar ja, wie heeft 22 miljard in zijn broekzak zitten? En dat is de huidige koers. Je zal denk ik minstens 30 miljard moeten betalen. Willen beleggers zeggen van ja, lever ik mijn aandelen op in. Dus ik weet niet of het dan ja, zo'n snoepje is. Ik denk wel dat 30 miljard waard is. Maar ja, ga je het hier aan uitgeven? Dat weet ik niet. Met name ook omdat je misschien dan de kans loopt dat de contracten tussen bijvoorbeeld Samsung en Nokia weer stellen dat dan dat dat patent door Microsoft niet gebruikt mag worden omdat Samsung het al gebruikt. Ja, wat koop je dan? Dus ik denk dat daar best wel wat juridisch wat haken aan gaan zou zitten. Oké, nou dat is een duidelijk verhaal, Tom. Voor de rest hebben we geen vragen. Oké, nou dan wil ik kijken naar morgen. Ik overweeg om morgen over de oliemarkt te gaan hebben. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik moet nog eventjes inlezen. Maar ik hoop dan iedereen morgen weer terug te zien. Dank voor het kijken. Arsh, hij is veel. Geweldig, Tom. Hartstikke bedankt. Wederom een uiterst interessant webinar. En iedereen ook bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXflat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.